Dit hier is de Filipijnen. Samen met Sophie ben ik daar naartoe geweest om in een christelijk weeshuis genaamd Home of Hope vrijwilligerswerk te doen. Naast de activiteiten met de kinderen hebben we natuurlijk ook een beetje cultuur gesnopen. Het is hard. Leuk, hè? Ja. Door middel van deze vlogs nemen wij jullie mee op reis door de Filipijnen. Het is nu maandag. We gaan zo naar Home of Hope. We gaan eerst even geld halen en water en nog wat snoepjes. Let's go! Het regent net keihard en overal is het anders. Ja, dat is ook best wel goedkoop. Dan doen we erin sommige twee. En dan hebben we ook nog lollies over. Oh, ik ben zo stom. Dan kunnen we in allebei ongeveer twee doen. Oké. Okay. Dan doen we er nog één van deze. This is your key. Okay, yes. Ja. Ik wil echt zeg maar de helft van dit kamertje verwacht. We hadden een beetje voorbereid en we krijgen gewoon een airco. Een ventilator. Een soort appartement hebben. Is het niet zo? We hebben een sneakers hier. Yes, we hebben sneakers. Yes. They're super prepared. They're Girl Scouts. So they're cool ladies. And then like, Oh, wow. En nou moet je er gelijk onder zetten, ja? I'll add some sounds to it. Some special effects. We hebben net heel lekker gegeten en lekker nog even gekletst met mijn oom en tante. Die zijn nu weg en nu is het eigenlijk tijd voor siesta, maar gaan wij ons even voorbereiden voor het programma straks. Want vandaag is de verjaardag van de stad waar we zijn, Bacolod. En daarom is iedereen vrij. Dus zijn we nu eigenlijk een beetje bezig met het programma invullen. Of, ja, we hebben al een beetje een programma gemaakt, maar gewoon even de pinks op de i te zetten. Omdat ze dus vandaag allemaal vrij zijn, moet het programma eigenlijk iets langer, omdat ze gewoon niet meer school zijn. Dus we hebben een yearbook gekregen met alle kinderen erin en hun dromen. Maar
van sommige kinderen die nieuw zijn gekomen of zo, moeten we ook weer gaan kijken wat voor dromen ze hebben en zoiets. En dat is ook een beetje het deel van ons project hier. We gaan natuurlijk gewoon helpen en een programma doen, maar ook een soort van interviews met die kinderen om te vragen wat hun dromen in het leven zijn en wat ze later willen worden bijvoorbeeld. Hoe ze dat denken te behalen, waarom ze dat willen worden enzovoorts. Dus daar gaan we nu een beetje mee bezig en straks de kinderen ontmoeten voor het eerst. Oké, good afternoon everyone! Good afternoon, so we would like to welcome our visitors, Miss Hannah and Sophie. So, we zijn nu in het huisje, zeg maar, ons vakantiehuisje. En we hebben net het programma gedaan, we hebben filmpjes gekeken, liedjes gezongen. Ze gingen aan het begin heel leuk voor ons zingen. Dat heb ja, ook een volkslied en zo. Ja, en ook een ook liedje met een dansje ja, en zo. Dansje, ja. En toen ging het programma wacht. Doen. En wacht. Uiteindelijk ging het dus. Doorroepen. Toen gingen we in groepjes. Maar kijk, toen was het ook. Ze moesten een droom tekenen, dus ik ging ook maar tekenen, want ja, wat moet ik anders doen? Dus ik ging een beetje, ik weet niet of je het kan zien, maar jij kan het wel zien. Ja, en een klas, een teacher tekenen met dit soort dingetjes. En eerst ging ik dit eerst tekenen, en toen dachten ze van, huh, wat is dat? En toen uiteindelijk zie je van dat zij dat ook hebben getekend. Ja. Hier, en dit is gewoon hetzelfde. Het
hetzelfde en dan met ABC weet je wat. Ja, maar ik had dat ook, want ik had ook zo'n meisje. En hier dit ook. Die wilde ook opeens docent worden, lerares. En die heeft ook precies gewoon, zeg maar, iemand getekend bij zo'n bord inderdaad. Gewoon altijd iemand die naar het bord... Hier, kijk. Ja. Weer een... Ja, maar dat deden ze ook allemaal alle dingetjes bij mij. Maar ze heeft wel heel erg kunstzinnig zo door krijtje uitgeveegd. Oh, dat nice. Een cool effect heeft. Ja, heel leuk. En dan de E van Apple, de B van Ball, C van Cat. Maar we gaan ooit nog een keertje schieten. En oh, we moeten het goede nieuws nog vertellen. We gaan namelijk binnenkort hierna naar een strand. Ja, ik moest even twijfelen of ik eiland of strand wil zeggen, maar we blijven op hetzelfde eiland volgens mij. Maar het is gewoon een mooi strand. Echt zo'n expeditie Robinson strand volgens mij. Hopen we, weten het niet. Maar het is alleen het regenseizoen, dus het kan hier en daar een keertje regenen. Het is waarschijnlijk niet altijd super zonnig. Het is heel raar, want het regent echt gewoon 10 seconden hier altijd. Nu ook weer net even. En dan is het gewoon weer stil. Stil. Dat is ook echt deze schattig. Ik dacht dat banaan of zo. Ja, oor je wel regen? De regen niet. 3, 4, 5. Dat staat er volgens mij op. Ja, een soort van. Anna is mee laat. Ze heeft allemaal, zo hoor, de regen. Ze heeft allemaal bulten. Het zijn muggenbulten. Oh, de regen is echt erg. Ik heb Anna heel lief het bed gegeven. Sophie is nog even bezig. Sophie gaat zo ook haar tanden poetsen. Tandjes poetsen. En ja, dan gaan we slapen. Bye.